Hoi en welkom bij een gloednieuwe Let's Play Wednesday. Vandaag gaan we een geweldig tof spel spelen, namelijk Roblox Party Story. Het is al een hele lange tijd geleden sinds dat ik naar een feest ben geweest, dus ik heb echt heel erg veel zin om lekker te gaan feesten. En dat gaan we natuurlijk doen in dit spel en we gaan ook tegelijkertijd een avontuur beleven. Ik ben er ongelooflijk benieuwd naar, maar voordat we gaan beginnen heb ik nog een hele leuke uitdaging voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven, alleen welke hand moet je hiervoor gebruiken, dat hangt ervan af. Gebruik je rechterhand als je dit jaar al je verjaardag hebt gehad. En klik dan natuurlijk op dat duimpje omhoog. En moet je je verjaardag nog hebben dit jaar? Bijvoorbeeld, ik moet wachten tot aan december. Gebruik dan je linkerhand om op dat duimpje omhoog te klikken. Ik ben er heel erg benieuwd naar en laten we beginnen met de game. Voordat ik deze game startte, heb ik nog eventjes de beschrijving gelezen. En er stond dus in dat we een feestje gaan houden midden in het bos. Nou, dat is geweldig. Tegelijkertijd ook wel een beetje eng. Maar alleen maar gezellig. Nou, er kan absoluut en zeker niks fout gaan. Toch, we moeten allereerst eventjes een limousine gaan uitzoeken. Oh jeetje, ziet er allemaal wel heel erg leuk en spannend uit. Nou, we gaan gewoon lekker naar de middelste limo. Ik vind het prima. Oeh, here we go. We gaan vertrekken, jongens. Kijk nou wat een gezelligheid. En we gaan deze grot in. Oh jeetje. Oh, ik vind het heel spannend. En daar zijn we dan. Hallo, hallo. Oh kijk, we hadden gewoon een chauffeur. Wat ontzettend netjes. Hij is tegen ons aan het praten. Hij zegt, we zijn er. Oh, dat is fijn. Dat is ons even midden in de snelweg gewoon afzet. Hij zegt, jullie moeten maar gewoon eventjes naar het huis op zoeken. Het is niet zo ver. Oké, ja, prima. Oh, oh, Andrew is aan het zwaaien. Hallo, Andrew. Hij zegt, ik had jullie helemaal niet verwacht. Zo vroeg. Ik wou net zeggen, hadden we geen afspraak, Andrew. We gaan toch feesten. Hij zegt, ik moet nog eventjes wat dingen voorbereiden. Maar jullie mogen gewoon lekker hangen en dingetjes gaan ontdekken. Oké, prima. Dus we mogen nog niet bij hem naar binnen. Is goed. Laat ons maar buiten. Wat een goede host is die toch? Not. Oké, we kunnen nu in ieder geval wel gewoon lekker rondlopen. Wat een gezelligheid. Ik kan helaas niet rennen. Maar ik ben eigenlijk vanuit mezelf aan het rennen. Dus dat is prima. Oh, gezellig. Oh, wat leuk. Oh, Andrew heeft wel echt een heel erg mooi stuk land hier, jongens. Alleen wel gek dat er geen bankjes staan waar je op kan zitten of zo. Andrew, wat ben je allemaal aan het doen bij je huis? Het is wel leuk. Ik zie allemaal mooie verschillende boompjes en gras en zo. Maar dat is het dan. Oh, meneer de limo-man is ook gewoon weggegaan. Zo van, zoeken jullie het maar uit. Ik ga eventjes bij mijn vrienden staan hier zo. Hallo, wat een gezelligheid. Wacht, misschien kan ik eventjes tegen ze praten. Ik zeg hello in de chat. Hallo. Oh, kijk. Er komt ook gewoon hello als een pop-upje boven mijn hoofd. Oh, oh, ik dacht nou gezellig. Ik ga gewoon eventjes met iedereen praten. Meerdere uren later. Wat? Hebben we uren buiten gestaan? Oh my god. Hey, jullie mogen naar binnen komen, zegt Andrew. Kom, we gaan lekker feesten. Wauw. Oké, nou, ik wil al niet meer. Dit is wel heel tof. Oh, dat geeft me een goed idee voor mijn eigen tuin. Oh, oké. Nou, dat ga ik eventjes onthouden. Dat ziet er heel leuk uit. Maar ik ben nu wel heel erg benieuwd naar hoe het er van binnen uitziet bij Andrew. Hij zegt, jongens, er is pizza op de tafel. Oh, leuk. Leuk. Ja hoor, ik neem wel een stukje. Ik klik erop. Yes. Nou, ik heb het hier zo in mijn inventory. Gezellig. Laten we gewoon eventjes op de bank netjes gaan eten. Nou, dat is goed. Ik ben ook inderdaad de pizza aan het eten en het gaat gewoon haar mond in plaats van dat het op haar schoot komt te zitten of zo. Dus blijf maar eten. Jeetje, hoe groot is deze pizza? Oké, nou, volgens mij hebben we wel genoeg gegeten. De oneindige pizza. Er zijn allemaal verschillende deurtjes. Ik ben altijd zo ontzettend benieuwd naar wat er dan achter zit. Maar, oh nee, de muziek is gestopt. Ja, ik weet niet waarom de muziek is gestopt, maar dit killt natuurlijk wel echt gewoon de hele party. Andrew zegt, dat is wel echt een beetje gek. Laat ik maar eventjes gaan kijken wat er aan de hand is. Oké, Andrew, ga ons maar weer verlaten. Verdorie. Oh, we hebben hier radio. Misschien kan de radio aan. Hallo? Nee, helaas. We kunnen ook naar boven. Oeh, wat een tof huis heeft hij. Hij heeft alleen geen meubilair. Wat is dit toch met die Roblox games zonder meubels? Oh, dit is wel gezellig. MDR64170 zegt, ik weet niet echt wat ik hier nou van moet vinden. Ik vind het allemaal maar een beetje creepy. Ja, op zich ben ik het daar wel mee eens. Oh, we zijn allemaal hier zo in de badkamer. Aha, zegt Andrew. Het is me gelukt om het op te lossen. Op de een of andere manier was de draad eruit gegaan. Ik weet ook niet precies waarom. Nou, dat weet ik ook niet. Geen idee, Andrew. Het ziet er wel leuk uit. Alle lichten zijn wel gewoon aan en zo. Geweldig. Ik wil eigenlijk best wel dansen, dus laten we dat gaan doen. Yeah!
Yes! Oké, heerlijk jongens. Wat een feestje. Dit is toch echt helemaal geweldig. Alleen nu ben ik wel de enige die aan het dansen is. Wat is dit nou? Kom op jongens, doe even mee met de dans. Andrew staat er maar te staan. Oké, nou dat is jammer. Maar het maakt niet uit. We kunnen gewoon... Ja, ik dacht ik ga gewoon eventjes de rest van het huis ontdekken. Maar ik heb het huis al ontdekt. Uh-oh, ik voel me niet zo heel erg lekker. De pizza was gewoon niet echt... Kijk naar haar gezicht dan. Ze ziet er ook inderdaad heel erg ziek uit. Lee Crash Do zegt... Oh jeetje. Iemand, zet de muziek uit. Voel je wel een beetje helemaal goed? En ze zegt... Waarom gebeurt dit? Iemand, jullie moeten een ambulance gaan bellen. Oh, nee hè? Heeft Andrew al die voorbereidingen gedaan? Is het alsnog een rot feestje? Dat is helemaal niet goed. Andrew zegt, ik ga ze nu meteen bellen. Oké, Andrew zonder telefoon. Ik weet niet hoe hij dat aan het doen is. Maar laten we gewoon vooruit gaan dat hij dat inderdaad aan het doen is. Hij roept naar de ambulance. Hallo? Hallo? Wat gebeurt er? Nee! Er is stroomuitval! Nee! Oh, ik ben dood. Oh, dat is zielig. Wat gebeurde er zojuist? Nee. Oké, ik ga revive. Ik wil weer terugkomen, alsjeblieft. Yes, ik ben er weer. Oh, ik heb mijn twee vrienden weer. Oh, hallo allemaal. Ik had die pizza dus niet moeten eten, hè? Ik had het niet moeten doen. Iedere keer ben ik er zo voorzichtig mee. En nu denk ik er een keertje niet aan. En dan ga ik dood. Oké, Andrew zegt, laten we gewoon eventjes naar beneden gaan om te kijken wat er is. Oké, is goed. Ik ga naar beneden. Ga je mee? Ja. Het is wel echt heel erg donker hier, hoor, jongens. Het ziet er naar uit dat de box dicht is. Ik kan me toch echt herinneren dat ik hier een sleutel in heb gedaan. Oh, jeetje, Andrew. Ja, wat is er gebeurd? We moeten een sleutel vinden. Oh my god. Maar hier ergens moet ik dus de sleutel vinden. Maar ik zie toch helemaal niks. Wat is dit nou weer voor iets? Misschien kunnen we een flashlight kopen. Dat is wel een stuk handiger, lijkt me. Oké, heb ik hem? Ja, zet hem nou even aan. Ja, oké, laten we een sleutel vinden. Sleutel. Sleutel. Hallo? Ik zie helemaal niks. Er zit niks hier zo op deze dozen. Waar kan ik een sleutel vinden, jongens? Oh my god. Er staat ook wel echt in de tekst dat het hier in de kelder moet liggen. Ja, ik zie hem. Ik heb hem. Ik moet de flashlight even afzetten. Ja. Woehoe. Ik heb hem gevonden, jongens. Wee. Oké, helemaal top. Dus nu kan hij weer de keybox in. Ik weet niet wie een sleutel gewoon slingert achter de doos in een hoekje van de kelder. Maar oké, voor het verhaal gaan we gewoon maar niet aan denken. Ik ben heel erg benieuwd of Andrew het kan oplossen. MDR64. Laten we haar gewoon maar eventjes MDR noemen. Zegt, wie heeft dit al gedaan? Want niemand kan hier in de kelder zijn, toch? Andrew zegt, oké, ik moet er gewoon eventjes de generator checken in de achtertuin. Misschien lukt het dan om alles weer helemaal aan de praat te krijgen. Laten we naar buiten gaan. Oké, is goed. Laten we dat doen. Waar is Andrew? Oh, daarmee. Oh, ik dacht eventjes dat dit een eng monster was, maar het was gelukkig maar een speaker. Waar zijn deze twee gasten? Hallo? Komen jullie niet mee? Zij zitten tegen elkaar te praten, maar ik versta er niks van. Het is gewoon dat ze tegen elkaar zeggen. Oh nee, de deur is dicht. Nee! We kunnen nu niet meer verder in het spel. Want ik kan niet meer naar buiten. Ik ben niet achter Andrew aangegaan. Jongens, ik was koppig. Andrew? Hallo? Ik probeer eventjes te kijken of we ergens dit raam naar buiten kunnen. Maar dat kan helaas niet. Is dat meisje buiten, denk je? Of ben ik nu nog maar de enige in het spel? Ik weet het niet meer, jongens. Ik heb de game opnieuw opgestart. Want het bleek dus dat ik helemaal vast zit binnen in het huis. Maar nu loop ik naar buiten. Dus het kan toch niet dat ik vast kom te lopen? Nee, oké, ik ben nu buiten. Daarbij is de groep echt een stuk groter. Dus dat is geweldig. Oké, ik loop achter Andrew aan. Hij is naar de generator en hij zegt... Oh nee, we hebben meer benzine nodig. Wat doen we nu? Ja, dan moeten we natuurlijk op zoek gaan naar het flesje of de hoe het ook heet. Benzine. Ergens heeft hij het hier buiten gelaten, zegt hij. Maar wij moeten er naar op zoek. Nou, gelukkig is de kans een stukje groter dat we het gaan vinden. Omdat er zoveel mensen zijn. En het is ook gezellig, want het geeft gewoon meer een feestelijk gevoel. Dus ik ben gewoon eventjes aan het rondlopen. Het moet hier toch ergens te vinden zijn. Oh, iemand heeft het al gevonden. Ik ben weer teruggetransporteerd naar de generator. Met Andrew. Oké, helemaal top. Aha. De stroom is weer aan. Oké, heel erg goed. Dus we kunnen weer naar binnen. Oh, kijk. Ik ben wat aan het zeggen. Oh, jee. Alles is weer terug naar normaal. Nou, Jamila lala. Dan laten we het nog eventjes bezien. Hè? Ik denk het niet helemaal. Wat is dat? Oh. Er was ergens iets helemaal
daar buiten. En iemand zei, wat is dat nou? En Andrew zei, snel, snel, naar binnen. Oké, we zijn binnen. Andrew is ook ineens binnen. Dat is heel erg creepy daar. Maar goed, laat ik gewoon eventjes mijn zaklamp uitzetten. Andrew, doe de deur dicht. Ja, oké, goed zo. Zijn wij nu de enige twee? Oh nee, er is hier ook nog iemand. Gelukkig, ze hebben het ook gehaald om naar binnen te gaan. Helemaal top. Maar ja, we zijn nu niet met heel erg veel meer over. Andrew zegt, oeh, gelukkig. Maar wat was dat nou? Wat doen we nu? Ja, dat is een hele goede vraag. Want volgens mij was dat niet een heel vriendelijk persoon. Andrew zegt, ik heb geen idee. Maar we kunnen wel gewoon gaan slapen. En hopelijk is het weg morgen. Ja, dat is altijd een heel goed begin van een horrorfilm. Not. Oké, we gaan terug naar boven. Ik ga maar gewoon een bedje uitzoeken. Het lijkt me wel slim om een bed te vinden dat niet te dicht bij het raam staat. Oh, we moeten stemmen. Willen we wakker blijven of willen we gaan slapen? Oh jongens, ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat vinden jullie? Zullen we... Oké, laten we gewoon gaan slapen. Slapen lijkt me leuk. Ik ben heel erg benieuwd naar wat de rest heeft gestemd. We gaan het zien. Ziet er naar uit dat de meerderheid van jullie wil gaan slapen. Oké, ik vind het prima. Weet je wat? Ik vind altijd dat mijn bed het veiligst is. Dus op de een of andere manier lijkt het me dat als we zo meteen in ons bed liggen, dat er natuurlijk helemaal niks zal gebeuren. Totaal niet logisch, maar dat maakt niet uit. Oké, ik kies... Oh, ik heb een bedje uitgekozen. Ja hoor, ik lig hier lekker. Gezellig! Volgens mij waren we zelfs met z'n vieren. Ik zag daar nog iemand bij komen, dus... Dat is top. Nou, we zijn nu in slaap aan het vallen. Oh nee. We zijn ineens wakker. Wat was dat? Wat was dat geluid? Oh jongens, dit vind ik echt helemaal niet fijn. Abril zegt, ik weet het niet zeker, maar laten we even kijken. Wat is dat? Wat is die muziek ook eigenlijk? En Andrew zegt, ik heb geen idee. Laten we naar beneden gaan en eventjes kijken wat dat allemaal is. Durf ik als eerste? Ik durf dit als eerste. Jongens, horen jullie die voetstappen ook? Ja, dat wilde ik net gaan zeggen. Oh my god. Andrew staat hier. Oh, Andrew ziet er nog cool uit. Oké, gelukkig. Hij zegt, snel, vind een plek om te verstoppen. Wat? Misschien in de kast. Oké, hier. Hier is de kast. Ik vind het prima. Oh, Andrew is hier zo. Kom op, laten we hier allemaal verstoppen in de kast. Ja! Oh my god. De persoon die hier ook met ons in de kamer staat, ziet er zelf al uit als een monster. Maar goed. Wat een engert. Waarom heeft hij zo'n eng masker op, jongens? Hij is waarschijnlijk degene die van alles in de kelder heeft gedaan en de stroomuitval. De politie! Gelukkig! Ja, kom maar binnen. Wat? Oh, de politie. Yes, ik ben zo ontzettend blij dat hij er is. Politieman, wat is hij aan het doen? Stand down, zegt hij tegen het gemaskerde monster. Dit is de politie. Iedereen, jullie mogen eruit komen. We zijn hier om jullie te redden. Oh jeetje. Oh, ik weet niet of ik dat helemaal kan vertrouwen, jongens. We hebben namelijk een belletje gekregen en die disconnecte. Dus ik ben hier net aangekomen en ik zag dat er een raam is ingebroken. Oh my goodness. En toen heeft hij het monster gevonden hier zo binnen in ons huis. Met een mes nog wel. Oh, Andrew zegt, oh goodness. Gelukkig, je bent op tijd gekomen. Ik weet niet wat we zonder jou hadden kunnen doen, maar wie was de persoon na ons dan? Laten we eventjes achterkomen. Nee, het is de limo-chauffeur. Wat is dit? Maar waarom zou hij zoiets doen? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Waarom hij zoiets doet, maakt mij helemaal niet zoveel uit, zegt de politie. Zolang hij maar niet achter jullie aankomt. Ja, maar ik wil dat weten. Het moet logisch zijn. Goed, hij is in ieder geval een crimineel, zegt de politie. Oh, wat ben ik ontzettend blij. You completed the good ending, staat er. Ik weet niet hoe we het hebben gedaan, maar punt is dat in ieder geval de politie de crimineel heeft gepakt. Dus ik vind het echt heel erg geweldig. Het was echt wel een spannend verhaal. En tegelijkertijd ook wel een beetje lastig om te spelen, omdat ik soms vast kwam zitten. Maar het was wel heel leuk en toch een gezellig feestje. Yes, als je dit gedeelte van de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En dat kun je bewijzen door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, in welke maand ben jij jarig? Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hieronder deze video. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!